Hoi, ik ben Anouk en misschien kennen jullie mij wel van Heel Holland Bakt, want dat heb ik afgelopen jaren gewonnen en sindsdien is mijn leven één groot feestje. Nou ja, dat was het daarvoor ook al hoor. Maar als je mij kent, dan weet je dat ik dol ben op bakboeken en kookboeken en leesboeken. En dan mag ik gewoon op dit moment al mijn favoriete bakboeken met jullie delen. En een aantal favorieten ga ik nu uitlichten. Dit boek van Kees Holtkamp, De Banketbakker, is echt een klassieker onder de bakboeken. Kees heeft een prachtige bakkerij in Amsterdam, een hele lieve vriendelijke man. En in dit boek vind je alle basisrecepten. Dus denk eens aan Heel Holland Bakt en aan die technische opdrachten die we daar altijd moesten doen. En dan krijg je wel eens te horen dat je soezebeslag moet maken. Nou, ik wist door dit boek de precieze verhoudingen. Dus voor mij is het daarom echt een klassieker. En verder vind je in dit boek allerlei soorten degen, zoals fonceerdeeg of paaideeg en bladerdeeg. Maar ook allerlei vullingen. Je kunt er enorm mee aan de bak. En ik hoop dat je er veel plezier mee hebt. Ben je wel eens in Amsterdam geweest bij Petit Gâteau? Nou, Meike, die daar de boel runt, die heeft echt drie prachtige boeken geschreven. En deze, Kleine Taartjes, is het eerste boek. Daarin vind je één keer een basisrecept voor die mooie kleine ringtaartjes, het deegje onderin. En daarnaast staan er allerlei variaties in die je mee kunt bakken. Dus soms bak je juist een lekker appeltaartje met een crumble en dan gaat het in zijn geheel de oven in. Soms bak je eerst het taartbakje, zoals ik dat altijd noem, en vul je het daarna met een heerlijke crème en vers fruit. En al die variaties staan in dit boek. En daarom vind ik het echt een aanrader. Ze heeft nu ook hartige taartjes en sinds kort zelfs nog meer kleine taartjes waarbij ze heel mooi met allerlei crèmpjes opbouwt. Veel plezier! Donna Hay kennen jullie misschien allemaal wel van de kookboeken en de geweldige kookprogramma's op televisie. Maar wisten jullie dat ze ook een heel mooi bakboek gemaakt heeft? Het heet Modern Baking en ik pak het er even bij. Ik ben gewoon echt dol op dit boek omdat het heel dik is. En dik betekent voor mij gewoon heel veel recepten. Dus dat ik echt waar heb voor mijn geld. Top is dat ze met thema's werkt. Dus ze heeft een heel hoofdstuk over chocolade, eentje met vruchten, eentje met melk en room. En binnen ieder hoofdstuk werkt ze weer met rubrieken. Dus er zijn recepten die vol met boter, suiker en eieren zitten. Maar ze heeft ook recepten die meer fresh en light zijn, dus wat gezonder, met andere suikers en andere vetten, of juist helemaal niet dat erin zit. En tot slot heeft ze nog dan een paragraaf met de snelle recepten, dus diezelfde cake, heel snel gemaakt, eventueel met kant-en-klare producten. Ja, en of je nou gaat bakken of niet, de foto's alleen zijn al een plaatje in dit boek. Een boek waar ik echt naar uitkijk om uit te gaan bakken is dit boek van Maartje Borst. Het heet Taart en de Koek. En de titel verraadt het al, want die is een beetje in oud-Nederlands. Alle klassiekers staan erin. Maar ze heeft er een mooie twist aan gegeven, want ze heeft alles plantaardig gemaakt. En dat is niet makkelijk, daar weet ik alles van. In de tent tijdens Heel Holland Bakt heb ik één taart, de Lemon Meringue Pie, ook helemaal plantaardig gemaakt. En dat betekent dus dat er geen boter en geen eieren in gaan. En dat is niet makkelijk, dat kan ik je wel vertellen. Dus dit boek ga ik echt met plezier uitbakken als ik dadelijk vakantie heb. Het is natuurlijk een beetje vreemd om je eigen boek aan te raden, maar ik ga het toch doen. Heel Holland Bakt thuis is af en ik ben er mega trots op, want ik heb er echt heel veel ziel en zaligheid in gestopt. En in dit boek neem ik je stap voor stap mee in alle recepten. De makkelijke recepten, de snelle recepten, maar ook de moeilijke recepten. Want er staan zeker ook allerlei uitdagingen in. En als ik zeg dat ik je stap voor stap meeneem, dan bedoel ik dat ik alles zo heb beschreven dat je gewoon weet hoe het eruit moet komen te zien. Dus mijn moeder zei vroeger altijd, lieverd, als je een spreekbeurt geeft over konijnen, dan moet je er eigenlijk van uitgaan dat niemand weet wat een konijn is. En dan weten jullie natuurlijk wel wat een beslag is. Maar ik heb heel erg geprobeerd op te letten om niet te schrijven, roer het beslag goed door. Want wat is dan goed? Dus ik beschrijf dan hoe het eruit moet zien of wat je moet voelen. Dus dat vind ik echt heel tof aan het boek. En verder zit er een heel hoofdstuk bewust in. En waarom heb ik dat er nou ingeschreven? Nou, gewoon omdat ik zelf ook enorm van boter, suiker en eieren houd. Maar een beetje balans in mijn leven wel fijn vind. Dus in het hoofdstuk bewust vind je allerlei recepten waar geen suiker in zit. Of minder suiker. Of juist fruit om te vervangen als suiker. En ik denk dat als je dat toepast in je leven, dan heb je balans. Nou ja, dan kan je toch heel veel genieten. En vind je dan toch dat je net iets te veel gebakken hebt, dan deel je het gewoon uit aan de mensen om je heen.